Welkom, mevrouwen, mijn heren. Ik geef graag eerst het woord aan de bekende trainer, meneer Thierry, aan het woord. Ja, ik denk als we met de wedstrijd beginnen, de eerste helft, een heel gretig Cerkel Brugge gezien. Geen vat op de wedstrijd. In het middenveld kwamen we overal te laat. Vooraan ook een heel veel beweging bij Cerkel en want er niet echt een antwoord op. Ze dus kwamen dan ook verdiend op voorsprong. Het kon zelf nog meer zijn, gelukkig bleef het dan 1-0. Tweede helft heb ik toch proberen een van de spitsen niet een keer naar Serebrennikov te laten verdedigen. Of ervoor toch dat ze minder konden uitvoetballen. En op het moment dat we iets beter in de wedstrijd kwamen of iets meer vat op de wedstrijd kregen, kregen we dan een domme rode kaart. Maar en dan nog een tweede goal binnen. Dan was eigenlijk, had ik gedacht, ja nu is het gedaan. Maar ik denk dat de groep heel goed gereageerd heeft. En daarna heeft Cerkel niet meer zo kunnen voetballen. Niet meer ons kunnen wegtikken gelijk dat ze in het begin gedaan hebben. En we kregen al meer en meer greep op de wedstrijd. We scoren dan ook nog. En ja, op het einde was het pompen of verzuipen. En jammer genoeg voor Bergen is het bij 2-1 gebleven. Brandt, onze technisch directeur bij de boek. Ik zal het misschien in het Frans doen, want ik zal het herhalen. Ik heb er eigenlijk weinig aan toe te voegen. Het is inderdaad zo dat we een gretig Cerkel Brugge hebben gezien gedurende de eerste helft. Wat ook logisch is, denk ik, als je start met een grote ambitie aan het seizoen en je wordt dan geconfronteerd met een 0-6. Die geen 0-6 had hoeven te zijn, maar die het wel is dus. Okay. En dan had het inderdaad met rust kunnen of moeten meer dan 1-0 staan. Is het niet geweest. Het is dan altijd een beetje zoeken en tasten als de tegenstander zich dan tactisch een beetje gaat aanpassen aan je eigen ploeg. Je kan daarop anticiperen en je legt dan een aantal dingen uit. Die worden dan niet uitgevoerd zoals ze zouden moeten uitgevoerd worden. Je hebt dan ja, de fase van de rode kaart, 10 man, 2-0. En dan denk je wedstrijd gespeeld. Als je het dan goed uitspeelt en niet met de bal begint te lopen en de ruimte gebruikt die er wel lag, dan hadden we Bergen wel kunnen pijn doen en zelfs kunnen de wedstrijd bepalen. Dat hebben we niet gedaan. Iedereen is een beetje zijn eigen nummertje beginnen spelen. En hebben we mede dankzij een weggeefgoal, natuurlijk een mooie vrije trap, daar niet van, maar de fase die daaraan vooraf gaat, die wil ik nog wel eens terug bekijken. Dan denk ik dat je jezelf in de problemen brengt en dan wordt het op het laatste in de wedstrijd nog een powerplay. En daar zie je dat Cerkel Brugge nog een hele weg heeft af te leggen. Want normaal gezien moeten we daar de wedstrijd kunnen doodmaken. En is het de trainer die dan nog moet ingrijpen en een spits eraf halen voor een verdedigende middenvelder. Om de boel eventueel toch nog te kunnen kalmeren. En het had, je weet, een aantal fases worden dan vrije trap worden voor doel gespeeld. Je krijgt er nog een corner tegen. En de bal heeft dan op dat moment wel voor ons gerold, wat de voorbije twee wedstrijden niet het geval was. En we hebben die wedstrijd niet kunnen afsluiten. Heeft iemand vragen? Ja, de question. Daniel, dat de rol van Stijn en Thomas uitgespeeld was bij 2-0, of was dat een vervanging voor een beetje te sparen? Of? Thomas heeft van de week heel weinig getraind. Sukkelde een beetje met de hamstringblessure. En dan denk ik dat je zo'n speler na 60 minuten moet beschermen tegen zichzelf. Dat heeft niks te maken met het feit dat je dan denkt dat de wedstrijd gespeeld is, want een wedstrijd kan altijd kantelen. Daarvoor ben je afhankelijk van omstandigheden. En Stijn de Spens, ja, die heeft 4 weken, 5 weken eigenlijk maar op halve kracht kunnen trainen of niet kunnen trainen. En die zat door zijn beste krachten heen en die heeft zelf om vervanging gevraagd. Maar dan denk je dat de mensen die je brengt, dat die nog wel iets extra kunnen doen. Mensen die vorig jaar gedurende een bepaalde periode het verschil hebben gemaakt. Maar die dan te koppig zijn om eventueel die prestatie door te trekken. U brieft het allemaal aan de collega's, Daniel. Nog iemand een vraag? Dan houd ik eraan u te danken en een veilige thuiskomst te wensen. En over 3 weken zien wij elkaar terug.